Hallo en welkom bij Planet Puppy's serie over puppytraining hier op Yukanoba TV. Ik ben Jim Piddock en dit is Rodeo. Vandaag willen we het hebben over mantraining en over hoe dat puppy's kan helpen om over verlatingsangst heen te komen. Bij me vandaag is de ervaren hondentrainer Martin Dealy om over het onderwerp te praten. En ik ben heel blij dat je er bent. Martin, want ik weet helemaal niets over benchtraining. Het is fijn om hier te zijn, Jim. Ik help je graag, dat weet je. Goed, Martin, om welke redenen zou je je hond benchtraining geven? Nou Jim, er zijn veel redenen voor benchtraining. Maar als je net een puppy hebt, is het allereerst een goede manier om hem zindelijk te krijgen. Je meent het, waarom? Nou, de bench is de plek van je puppy. Zijn instinct vertelt hem dat hij die niet vies moet maken en moet wachten tot hij eruit mag. Hij maakt zijn bench dus niet vies. En vergeleken bij het alternatief lijkt me dat positief. Als je hem al eens schoongemaakt hebt, inderdaad. Sommige mensen hebben de neiging om de bench als straf te gebruiken. Dat moet niet. Dit moet een fijne plek zijn, zijn holletje. Nou, dat klinkt logisch. Het is geen gevangenis. Dat niet alleen, maar een bench geeft een sterk gevoel van veiligheid. Het kan verlatingsangst verminderen, omdat hij zich er veilig in voelt. Dat bereik je bijvoorbeeld door hem er vaak in te voeren. Ik zet hun maaltijd erin. Geweldig. Hoe weet ik wat voor bench ik moet kopen? Nou, je kunt uit verschillende benches kiezen. We hebben er hier twee, zoals je ziet. De bench van ijzerdraad. Ja. Oké, en dan hebben we hier de dichte bench. In die van ijzerdraad kan de hond de kamer inkijken, zodat hij zich erbij betrokken voelt. Hij is natuurlijk ook koeler. Koeler in temperatuur, dus niet hipper. Juist. Oh nee, absoluut niet. Wat zijn de voordelen van kunststof benches? Een van de voordelen hiervan is natuurlijk dat je niet bang hoeft te zijn dat je hond tussen de tralies blijft vastzitten. Als hij hierin zit, moet je zijn halsband afdoen, omdat dat nog wel eens kan gebeuren. Of hij kan op de tralies bijten. Sommige honden kauwen erop. Maar als je je hond meeneemt in een vliegtuig of in je auto en je laat je hond zwemmen en hij schudt zich in de auto uit, dan is deze ideaal. Het maakt reizen een stuk gemakkelijker. Het ziet er geschikt uit. Deze is natuurlijk de juiste voor rodeo. Die is voor jou, voor later. De grootte is belangrijk bij het kiezen van een bench. Soms is het een goed idee om een grote te nemen en die dan kleiner te maken. Maar het is fijn om er een te hebben waarin de hond zich kan draaien en waarin hij kan liggen. Dat is comfortabel. En moet ik de bench in mijn slaapkamer zetten voor we gaan slapen, zodat mijn gesnurk zou hem wakker houden? Misschien snurkt Rodeo wel net zo erg als jij. Honden doen dat vaak. Maar als hij bij je in de buurt slaapt, zal dat heel prettig voor hem zijn. Het zal hem een nog veiliger gevoel geven. Zeer jonge puppy's voelen zich vaak wat onzeker. Ze zijn uit hun nest gehaald. En die eerste 12 weken kunnen zijn gevoel van veiligheid beïnvloeden. Als hij naast je ligt en jou ruikt, kan hij dat gevoel zijn hele leven houden. Ik snap het. Maar hij zal zich dus niet gevangen voelen in deze bench? Nee, integendeel. Zijn voorvader, de wolf, woonde in een hol. Een hond heeft een kleine plek nodig. Een holletje. Mijn puppy voelt zich dus prettig in zijn bench. Maar soms hoor ik hem janken als ik de kamer verlaat. Wat doe ik dan? Ik denk dat dat een natuurlijke angst is dat de meute zonder hem weggaat. Dat je weggaat en nooit meer terugkomt. Dat kan leiden tot verlatingsangst. Ik denk dat het terug te leiden is tot degene. Het feit dat hij de nieuwe leider wil volgen. Jij bent de leider. Dus het hem gewoon vertellen is zeker niet genoeg. Daar heb je gelijk in. Het feit dat je hem vertelt dat je weggaat en het benadrukt, kan zelfs tot problemen leiden en verlatingsangst veroorzaken. Hoe sneller hij eraan went om zonder jou te zijn, hoe beter. Zorg dat je het langzaam opbouwt. Laat hem eerst 2 minuten alleen, dan 5 minuten, 10 minuten. Heel even maar en kom dan terug. Laat hem dan langer alleen en kom dan terug. Dan weet hij dat je terugkomt. Als hij nou niet jankt terwijl ik weg ben, moet ik hem dan met een tussendoortje belonen? Nee, denk maar na. Als je hem bij thuiskomst iets lekkers geeft, zal hij elke keer als je terugkomt opgewonden zijn. Als je hem beloont als je terugkomt, train je hem om opgewonden te zijn als hij jou ziet. Dat kan averechts werken en meer verlatingsangst of te veel opwinding veroorzaken als je terugkomt. Jongen, wat psychologisch allemaal. Ik moet dus gewoon doen als ik terugkom. Precies. Negeer hem als je weggaat en negeer hem als je terugkomt. Een paar minuten tenminste. Dat zal niet eenvoudig zijn. Nee, dat is het niet. Martin, weer bedankt. Je advies zal de angst van ons allebei wegnemen. Nou, we hebben weer veel besproken in deze aflevering. Maar wees niet bang. Ik geef u het 5-sterren overzicht van Yukanuba over het belang van benchtraining en het wegnemen van angst bij puppy's.
1. Gebruik de bench van uw puppy nooit als straf. 2. Zorg dat zijn bench perfect is, letterlijk. Groot genoeg om zich in te draaien en comfortabel te liggen. 3. Als uw puppy bij u in de buurt is, merkt hij dat u uw dierbaar is. Zet de bench dicht bij u, vooral 's nachts. 4. Laat uw puppy niet meteen lang alleen, maar bouw het langzaam op. Laat hem steeds iets langer alleen, maar kom altijd terug. 5. Als u terugkomt, maak er dan geen hijza van. Benchtraining is een geweldige manier om uw hond zindelijk te maken en om verlatingsangst te verminderen. Volg deze tips op en uw puppy zal een geweldig hond worden. Tot de volgende keer bij de serie over puppytraining hier op Yukanuba TV. Voor geweldige honden.